Tijdens Project Edit Development gaan jullie werken met het pad framework. Nu hebben we hebben dit jaar de 2.0-versie van het framework gemaakt en dit is een nieuwe ondersteunende videoserie hoe je dus met het framework kunt werken. Voordat je begint met kijken is het belangrijk dat je het framework al hebt opgezet. In de link onder de video vind je de KitLab-repository en aan de hand van de volgen van de Readme daarbinnen kun je het framework opzetten. Als het allemaal werkend is, dan zou je via de Index.html die je dan via IntelliJ opent, zou je deze pagina moeten zien. Dan weet je namelijk dat je kan inloggen en dat je een stukje data uit de database kunt halen. Dus doe dat voordat je aan de videoserie begint. Nou, Wat zit er dan in de videoserie? De eerste video's zijn vooral een introductie, waaronder deze. Ik ga zo meteen ook wat meer vertellen over de gebruikte technieken. De tweede video gaat wat meer in op de opzet vanuit IntelliJ. Hoe we, dan gaan we iets meer naar code kijken. Dan de voorbeeldfunctionaliteit. Ik heb een hele mooie voorbeeldfunctionaliteit gemaakt, de user story. En dan beginnen we met het maken van de backend. We gaan zogeheten API-endpoints maken binnen Express.js. Wat dat precies is, ga ik zo meteen al kort vertellen. Uh, en ook gaan we kijken hoe we binnen zo'n API-endpoint data ophalen en terug kunnen geven. Dan de frontend. We gaan kijken hoe we een scherm kunnen opzetten binnen een FPC-structuur, wat jullie nu ook al een beetje kennen vanuit Open 2. Niet helemaal één op één hetzelfde, maar lijkt er heel veel op. Binnen zo'n scherm moeten we gebruikersinvoer verzamelen en dat moeten we gaan omzetten naar een API request. Dat komt in de zesde video voorbij. En we sluiten af met het verwerken van weer een respons van die API terug in de view. En dan is het cirkeltje compleet. Dan een korte intro over de technieken tijdens pad. Ik krijg je ook tijdens de workshop wat over te horen. Ten eerste, jullie krijgen meer zelf een beheer. Waar je tijdens FIS vooral veel in de front-end deed, dingen als queries, interactie met de Fish Cloud, ga je nu ook de back-end zelf in beheer krijgen. Nu ga je die query bijvoorbeeld zelf in de back-end zetten. Je krijgt een SQL-database voor of SQL database vanuit de HVA. En daar kun je mee verbinden via het framework. En dan kun je dus in de back-end kun je bijvoorbeeld dus je eigen queries gaan schrijven. Dat is een van de verschillen ten opzichte van fish. Deployen doen we niet meer in de vizcloud, maar op de padcloud Cloud. Uh, ook hier krijgen die per team een ruimte toegewezen. En de, in deze playlist vind je ook nog een video van Lennart hoe je kunt deployen op de padcloud. Maar daar, daar komt dus uh, later nog meer over. Even in te zoomen op de backend. Uh, wat ik al zei, tijdens vis stuur je dus een query naar de vis Cloud. Nu ga je echt zelf een API met zogeheten endpoints maken. Endpoints zijn URL's waar je een request naar kunt sturen, bijvoorbeeld user slash login of uh, rooms slash 8 om een specifieke room op te halen. En die endpoints die gaan jullie helemaal zelf maken. Dus je kunt je ook helemaal zelf naam geven. Je kunt bepalen wat je uit de database gaat ophalen, wat een frontend kan meesturen aan zo'n API endpoint, wat je over terug kan geven, wat voor error je eventueel terug kan geven. Dat ga je dus meer zelf doen. Dat doe je met behulp van de volgende technieken. De eerste is Node.js. Node.js is een heel bekende runtime, JavaScript runtime, net als dat je ook de uh, JRE hebt voor Java, dus Java runtime is Node.js een runtime voor JavaScript. En dat wordt voor allerlei dingen gebruikt. wordt voor games gebruikt, wordt voor apps gebruikt, maar het wordt ook heel veel voor servers gebruikt en het maken van API's. En dat gaan wij doen. Wij gaan een Dependency Express gebruiken binnen Node.js en die helpt ons met het maken van een API en verschillende API endpoints. Binnen die API endpoints communiceren we dus. Met een MYSQL-database middels MYSQL. Dan de voorkant, de frontend. Tijdens Fisher hebben jullie al geprobeerd om wat meer een structuur aan te brengen. Dus bijvoorbeeld per pagina een JavaScript-bestand. Nu gaan we daar een stapje in verder met echt een mooie MVC-structuur. En uh, ja, je zult gaan merken dat we daar OP-principes bij nodig hebben. Nu is het in JavaScript wel zo dat dat nog niet zo ver is als bij Java. Dus er zijn een aantal dingen nog in ontwikkeling. Dat is een beetje gebeurd vanaf de nieuwe standaard ES6, ECMAScript 6, en dat maakt het bijvoorbeeld al mogelijk om classes en inheritance te gebruiken. Nou, dus een aantal dingen daarvan zitten er al in. En ja, we gaan op zo'n OOP/MVC-achtige manier gaan we, uh, onze frontend inrichten. Ik zie je ook nog een B staan? Dat staat voor Bootstrap. Dat is een klein UI-frameworkje waar je wat makkelijke formuliertjes, paginaatjes en dat soort dingen kunt stijlen. Dus je hoeft minder CSS echt van scratch te schrijven. Wat je dus tijdens VIS deed. Dus dat is een korte intro van de front-end. Hoe ziet het dan uit? Het overkoepelende plaatje. Waar je tijdens VIS vooral onder deze streep en een klein beetje de database mee pakte beheerde. Heb je nu dus het hele plaatje zelf in beheer. Eigen server, eigen API. Nootjes en express hier. In combinatie met de database. Dan moet je een soort van denkbeeldige lijn hier zien. Wat de scheiding is tussen de back-end en de front-end. En hier vind je dus de front-end uh, met dus OP, MVC, ESS, Bootstrap. En via JSON gaan die twee met elkaar praten. Wat zit er nog meer in? Bootstrap hebben we het al over gehad, de nieuwste versie zit erin. GitLab, jullie hebben allemaal een eigen GitLab repository. De HBO-ICT slash padcloud uh, krijgen we allemaal een eigen instantie je zult gaan merken dat je niet alleen met ftp bestanden moet gaan uploaden maar dat je ook je server moet gaan runnen nou, daar hebben wij een uh, heel mooi tooltje voor gebouwd die jullie daarvoor kunnen gebruiken npm node package manager ik had er net al over dat bijvoorbeeld express een dependency is binnen node.js nou, via npm maakt het dat mogelijk om dat soort packages vanuit de community te installeren binnen een node.js project dus daar gaan we meer van zien en tenslotte zien we cyprus.io en dat gebruiken we voor het maken van integratietesten. Jullie hebben tijdens VIS al met smoke test en systemtest gewerkt. En nu gaan we een zogeheten integratietest maken waar we op een geautomatiseerde manier bijvoorbeeld door een flow heen kunnen klikken. En dat is cyprus. Dat framework dus. Even heel kort wat er dan in het framework zit. Dit is een kopie van de readme we hebben heel veel voor jullie opgezet, zodat jullie op een ja, wat toegankelijkere manier API-endpoints kunnen maken, met een database kunnen communiceren. Er zit bijvoorbeeld een helper in naar een MySQL-database. Er zitten al twee voorbeeld-endpoints in. Er zitten nog meer helpers in om bijvoorbeeld een wachtwoord te hashen. En er zit heel veel logging in, waar je dus kunt zien of er iets misgaat, of dat er een API-endpoint niet gevonden kan worden. Dus dat zit er qua backend in. Frontend, een paar gestijlde voorbeeldpagina's met dus Bootstrap 5. Dat is de login, de upload en de welkompagina. MVC tussen aanhalingstekens, setup met twee voorbeeldflows. Wat ik dus al vertelde, we hebben niet al die tools die we in Java hebben qua OOP, hebben we op dit moment tot onze beschikking. Dus het is een beetje tussen aanhalingstekens. Maar het is tegelijkertijd het beste wat, er, wat we nu kunnen doen met JavaScript. Zaken als HTML views, wat echt de view is met specifieke HTML voor een pagina. Controller, brein achter de view en de data. Repositories, tijdelijke plek waar data kan worden vastgehouden en waar, een, waar bijvoorbeeld interactie met de netwerkmanager wordt gezocht om dus een request te maken naar een API-endpoint. Session manager, wat we ook tijdens VIS hadden voor local storage, bijvoorbeeld een sessie bewaren en dus die netwerkmanager waar ik net over had waar je een, uh, een ajax request mee kan sturen naar de API. Dus dat is er hoog over in het framework. In de volgende video gaan we in een kijken. En dit was voor nu eventjes de introductie van de techniek.